Hoe schadelijk is de medicatie die in ons drinkwater zit? Dit is Uitgelicht. Goedenavond. Verschillende waterschappen trekken aan de bel omdat er te veel medicatie in ons afvalwater zit. En dus uiteindelijk ook in ons drinkwater. Straks een gesprek hierover met Peter Koelewijn van de Ibota Foundation. Maar eerst gaan we het hebben over vluchtelingen. Want vandaag gaan verschillende kerken aan tafel met vluchtelingen. Het is een initiatief van Kerk in Actie. En aan de telefoon heb ik Rob van Ooyen, voorlichter bij Kerk in Actie. Hartelijk welkom. Wat gaan jullie doen vandaag? Of waarom doen jullie dit? Ja, op dit moment zijn meer dan 50 plekken in het land kerken aan het eten samen met vluchtelingen. Mm-hmm. En we doen dat omdat vluchtelingen uit onderzoek blijkt dat die zich vaak in het land eenzaam voelen. En dat, terwijl we weten dat de persoonlijke contacten en vriendschappen heel belangrijk zijn voor een succesvolle integratie. Nou, ja. Wij willen eigenlijk niet langs de zijlijn staan in klagen, maar echt iets doen. Nou, en daar is deze actie een uitwerking van. Ja, en wat voor gesprekken ontstaan er dan als je met deze vluchtelingen in gesprek gaat? Nou, dat zijn gesprekken over de historie, de achtergrond van deze mensen. Wat ze hebben meegemaakt. En over het algemeen zie je dat daar heel veel herkenning zit. Waar mensen vooraf een beetje angstig zijn voor vluchtelingen. Als je eenmaal met elkaar in gesprek gaat, zie je dat je eigenlijk verrekt veel op elkaar lijkt. En dat zijn hele indrukwekkende gesprekken vaak. Ja, u zegt van, wij willen niet alleen dit benoemen, maar ook gewoon de handen uit de mouwen steken en met ze echt aan tafel gaan. Maar zou je dat dan niet veel vaker moeten doen dan alleen op deze dag van de migrant? Ja, wij nemen dit initiatief als landelijke kerk, onderdeel van de protestantse kerken in Nederland. Is Kerk in Actie, nemen wij dit initiatief in ieder geval één keer per jaar. Om dit te doen. Er zijn veel meer kerken die dat al plaatselijk maandelijks doen. We hebben een aantal voorbeelden van kerken die vorig jaar hebben meegedaan. Die hebben gezegd, nou, dit was zo leuk. We zijn dit maandelijks gaan doen nu. Een voorbeeld in Twijzerheide in Friesland, waarbij dit nu maandelijks gebeurt. In Montfoort. Zo zijn er nog wel meer plekken die nu echt vaker samenkomen. Wij proberen dit één keer per jaar echt goed uit te lichten. Ja. Jullie willen hiermee ook aandacht vragen voor kinderen in Myanmar en Syrië. Hoe zit dat precies? Ja, de kerstcampagne van Kerk in Actie is voor vluchtelingenkinderen wereldwijd. Dat betekent dat we even focussen in de kerstcampagne op vluchtelingenkinderen, specifiek in Syrië, waar gewoon heel veel kinderen op de vlucht zijn. En in Myanmar, waar de Kachin-bevolking, overwegend christelijke groep, op de vlucht is. En waar wij als Kerk in Actie ook hulp verlenen. Dus we hopen ook dat dit onderwerp ook aan de orde komt aan de tafels. Ja, oké, helder. Een prachtige actie. Dank voor die toelichting, Rob van Ooyen van Kerk in Actie. Dan gaan we het nu hebben over ons drinkwater. Meerdere waterschappen zijn bezig met het experimenteren om het afvalwater te zuiveren van medicatie. Hier in de studio heb ik Peter Koelewijn van de Ibota Foundation. Hartelijk welkom. Dankjewel. Er zit dus medicatie in ons afvalwater, oppervlaktewater. Om hoeveel kilo gaat dat? Nou, je zegt het goed in het oppervlaktewater, want we hebben het over drinkwater, maar dat is natuurlijk heel wat anders dan oppervlaktewater. RIVM heeft daar onderzoek naar gedaan en die zegt per jaar zitten zo'n 140.000 kilo medicijnen in het afvalwater. Ja. En dat komt uiteindelijk weer in het grondwater, want die medicijnen kunnen ze er bij de rioolzuivering niet uithalen. Ja. En dat komt dan in het grondwater en dat grondwater wordt voor opgepompt om te drinken. Daar wordt weer drinkwater uitgemaakt. Dus uiteindelijk in dit glas water wat ik hier heb staan. Ja. Zou dus een hele kleine hoeveelheid medicatie kunnen zitten? Een hele kleine hoeveelheid. Maar het is nauwelijks te meten. Ja. Maar die kans is er. Ja. Ja. Nu zijn waterschappen dus bezig om daar experimenten mee te doen. We gaan straks ook een heel kleine nabootsing daarvan doen. Daar komen we straks bij. Maar hoe schadelijk is het dan? Want u zegt het is nauwelijks te meten in het glas water. Ja. Maar hoe schadelijk is het dan? Nou ja, medicijnen die gebruiken we als we ziek zijn. En we horen dat natuurlijk heel veel medicijnen weggegooid worden. Mensen spoelen het zelfs door de wc. Mm-hmm. Maar ook in ziekenhuizen waar medicijnen gegeven worden, die worden uitgeplast. Dat komt in het afvalwater. En zoals we al zeiden, in het afvalwaterproces krijgen ze niet alles eruit. Dus het komt weer in het oppervlaktewater. En door de vergrijzing, zegt men nu, worden steeds meer medicijnen gebruikt en komen steeds meer medicijnen in dat afvalwater. Ja. Maar dat komt dus niet alleen door dat we medicatie in het water weggooien, maar ook gewoon doordat wij een paracetamolletje slikken en dat dan via onze urine in het water terechtkomt. Dus eigenlijk kunnen we daar helemaal als mens niet zoveel aan doen.
Nee, althans, zo lijkt het. Maar we kunnen natuurlijk wel wat aan doen. Want er wordt nu bijvoorbeeld een proef gedaan in het ziekenhuis in Zwolle, waarbij men zegt, we gaan urine apart opvangen. Want daar zitten natuurlijk het meeste van die medicijnresten in. En die gaan we afvoeren en apart behandelen. Ja, want in zo'n ziekenhuis, dat water, dat is natuurlijk, er zit een veel hogere concentratie dan dat het bij mij thuis in het afvalwater zit. Ja, en als ze dat natuurlijk bij de bron, daar waar medicijnen heel veel gebruikt worden in ziekenhuizen, al aanpakken, dan is dat stukje althans niet wat in het grondwater terecht gaat komen. Maar hoe schadelijk is het dan? Want is het voor ons mensen schadelijk of is het schadelijk voor het milieu? Nou, we weten uit het nieuws natuurlijk dat er een angst is voor met name hormonale stoffen. En heel veel medicijnen zijn hormonale stoffen. En daar is men best een beetje bang voor. Die angst is misschien ongegrond, denken wij dan. Want hoeveel komt er nou eigenlijk in dat drinkwater? Ja. Het is minuscuul weinig. Maar Nederland staat bekend als het beste drinkwater in Europa. Ja. En dat willen ze natuurlijk graag zo houden. Dus op het moment dat duidelijk wordt van het is aangetoond, dan komen er meteen allerlei organisaties en waaronder drinkwaterbedrijven die zeggen dit willen we voor zijn. Hier gaan we wat mee doen. Zagen we ook met, ongeveer 1,5-2 jaar geleden was het Gen-X, een chemische afvalstof, ook in drinkwater in Zuid-Holland terechtgekomen. Daar waren ook gelijk allemaal acties voor en werd de Tweede Kamer had de vragen over. Is dat dan puur en alleen omdat we het beste jongetje van de klas willen zijn? Ja, denk ik wel. Want wij willen het gewoon heel goed doen. En er is natuurlijk niks mis mee. Hè? Ja. Het is heel goed dat Nederland staat voor kwaliteit van drinkwater. Maar is het dan niet een beetje een storm in een glas water, om even de beeldspraak te spreken? Want zo schadelijk is het niet voor ons. Het is wel schadelijk als de hoeveelheden hoger worden. Ja. Dat willen ze voor zijn. En dat willen ze voor zijn. Helder. Nu zijn er dus oplossingen om die medicatie uit dat water te halen. Wat kan je daaraan doen? Er worden nu testen gedaan met onder andere UV-ozon in combinatie met waterstofperoxide. daarmee oxideer je die medicijnen. Je breekt ze eigenlijk uit elkaar. Nou, dus ik moet me voorstellen dat water gaat dan door een UV-lamp door een of zo, reactor heen, ja. En daar wordt UV-straling doet sowieso iets met micro-organismen. Ja. In combinatie met waterstofperoxide maakt dat die medicijnresten afgebroken worden en dus niet schadelijk meer zijn. Ja. En daarna worden ze dan nog afgevangen met actieve kool. Ja. En dan aan het eind van het proces zit er dan helemaal geen medicatie meer in? Het zit er wel in, maar het is niet schadelijk meer. Want die stoffen, die moleculen worden kapotgebroken dan. Ja. In dat geval, dus als je het chemisch behandelt. En dan is het niet schadelijk meer. Ja. En zijn er dan nog ook andere manieren om dat te doen? Ja, je kunt het bacteriologisch doen. Er worden als een proef worden er bacteriën gekweekt die deze medicijnresten opeten. Ja. En waardoor ze niet schadelijk meer zijn. En je kunt het fysisch doen. En dat is eigenlijk de manier waarop in de meeste gevallen water behandeld wordt. En fysisch, dat is met een koolstoffilter? Bijvoorbeeld, want dat kan op heel veel manieren. Ja, en hoe werkt dat dan precies? Koolstof is een heel oud bekend middel om water te behandelen. Ik heb hier een zakje met een grammetje kool. Ja. En een grammetje kool heeft ongeveer een oppervlakte van 1000 vierkante meter materiaal wat dingen uit water kan halen, kan absorberen. Dus dit is een grammetje, dus dit kan zoveel water absorberen? Dit kan stoffen uit water absorberen, omdat het oppervlak zo groot is waar de stoffen in opgevangen worden. Ja. En u heeft hier zo een proefopstelling staan waar ook dit koolstof in zit, of dit kool in zit. Ja, in een andere vorm, maar in een vast blokje. Dus het is gesinterd in een blok. Maar de werking is hetzelfde. Ja. Want hoe gaat dat dan? Want daar zit dus een blok in. Ja. En daar loopt dat water erheen en dan zou het... Ja, wij noemen dit een sifonfilter, omdat sifon, dat is het Engelse woord om van hevelen. Ja. Dus hiermee kun je uit een emmer, die dan op een meter hoogte staat, kun je water hevelen. Dit filter zetten wij momenteel het meest frequent in rampgebieden. We hoorden net over de Kerk in Actie. We hebben een pilot gestart onder de Rohingya in Bangladesh, de vluchtelingen uit Myanmar. Maar we hebben ook een actie in Nepal, India, landen in Afrika. En daarmee maken ze uit oppervlaktewater, wat echt veel smeriger is dan het water bij ons. Ja, dan een beetje medicatie. Ja. Ja.
halen zij hun drinkwater. En, ja, dat de kool doet daar een stukje van. Normaal zit er nog een hoesje omheen. Dat houdt de rotzooi, de drijvende rotzooi buiten. Ja. En daarin zitten nog een keer ultramembranen. En dat is ook fysisch. Ja. Maar goed, als we dan even kijken. Want we hebben hier een kleurstof in het water gedaan. Dat is een paars water. En als dat dan door dat filter heen gaat, dan zou hier zo in dit glas schoon water moeten komen. Stelden we die kleurstof vergelijken met medicijnresten. He, dat is ook iets wat opgelost is in het water. Dan zou je kunnen zeggen, we halen met die actieve kool in combinatie met die membranen. Dus halen als ik hier nu dit klemmetje open. Mm-hmm. Dan zal ik dat eventjes goed in beeld brengen, hoop ik. Oh. Dan komt hier inderdaad nu, al is het niet veel. Nee, maar ja, het hoogteverschil is natuurlijk erg klein. Ja, maar en dit is kleurloos water wat hier nu in zit. Ja. Helaas komt er niet heel veel meer water uit, maar als je dit hoger zet, komt hier dus. Dan geeft hij zo'n 15 tot 20 liter water per uur. 15 tot 20 liter water per uur. Ja, en dat is voor een gezin natuurlijk genoeg als we het hebben over drinkwater. Ja. Maar als we op deze manier water kunnen zuiveren met zo'n simpel klein filtertje. Waarom gebruiken waterzuiveringsbedrijven zoals Vitens of bedrijven die ons water aanleveren, waarom gebruiken die dan dit soort filters niet om ons water te zuiveren van medicatie of van allerlei andere stoffen? Dat doen ze. In de waterleidingbedrijven wordt heel veel actieve kool gebruikt. Dat is een heel bekend en beproefd middel. Ja. Maar zij willen natuurlijk het aanpakken op een manier dat je zoveel mogelijk eruit haalt. Vandaar dat ze nieuwe technieken proberen. Maar je moet je voorstellen dat in zo'n waterleidingbedrijf gaat het om miljoenen liters water. Want dat drinken we niet alleen, daar spoelen we ook helaas ons toilet mee door. Ja. Dus dan kom je niet met dit kleine filtertje uit? Nee, maar dit filtertje is voor ontworpen voor een gezin. Kijk, hij begint nu opeens te lopen. Ja, hij begint te lopen, ja. Ja, maar dit is voor een gezin ontworpen, maar dit kan je dus niet zo grootschalig, want dat zou een enorm duur experiment zijn. En als ze dat gaan doen, dan zal ons drinkwater zeker duurder worden. Ja. Ik zal even dicht doen, anders stroomt die over straks. Nou gebruiken jullie dit filter dus in ontwikkelingslanden. Ja. En zou je niet kunnen zeggen van joh, maar is het dan niet veel handiger om het geld wat wij hier zo insteken in ons water een heel klein beetje schoner te maken, om dat in ontwikkelingslanden te gebruiken om echt schoon drinkwater te maken? Nou ja, dat zeggen wij dus als Stichting Ibota. Wij hebben het heel goed hier in Nederland, zeker als het gaat om drinkwater. Laten wij een stukje daarvan bijdragen om met zulke simpele oplossingen. Zo'n filter kost nog geen 20 euro. En dan kan een gezin zich een jaar tot twee jaar mee van drinkwater voorzien. Ja. Om daarmee de mensen in de derde wereld landen en in rampgebieden te helpen. Ja. Met relatief weinig geld kunnen wij heel veel doen met deze waterfilters. Maar dan zou je zeggen, waar maken we ons druk om als er zoveel miljarden mensen, want het zijn ongeveer 2 miljard mensen die geen schoon drinkwater hebben. Waar maken wij ons dan druk omdat er een heel klein beetje medicatie in dat water van ons zit? Omdat wij erg verwend zijn in Europa en in Nederland. Dus wij hebben een heel goed drinkwater en dat willen we ook zo houden. Ja. Dat is prima. Maar de vervuiling in landen waar wij die filters heen sturen is niet te vergelijken met hier natuurlijk. Ja. Neem bijvoorbeeld Bangladesh, waar we het net even over hadden. Daar zit in heel veel plekken arseen in het drinkwater. En dat is puur gif. En dat is puur gif, dat is slechter dan de medicatie. Ja, en ook daar hebben wij een soortgelijk filter voor ontworpen om op gezinniveau dat arseen te reduceren. Ja. Mochten mensen nou in Nederland een oplossing willen, heeft u ook een filter voor. Hè? Dit kan je gewoon op je huistuin en keukenkraan zetten. Ja, dit kun je op je aanrecht neerzetten. Die koppel je aan de kraan. En dan kun je switchen tussen gewoon kraanwater of filterwater. Ja. En hiermee haal je, dat is het actief koolfilter in. Ja. Daar haal je dus in ieder geval heel wat stoffen die erin mochten zitten. Die haal je eruit. Geweldig. Ja. Heel erg bedankt Peter Koelewijn van de Ibota Foundation. Heel graag gedaan. U heel erg bedankt voor het kijken. Morgen dan zijn we er weer. Graag tot dan. Dag.